9 seconden. Dat is hoe lang je hebt om te beslissen of je deze video volledig gaat kijken of nu weg gaat klikken. En waarom zou je? Je zou deze hele video kunnen kijken. Je hebt hem nu toch al aangeklikt, dus er is eigenlijk geen reden om niet te kijken. Misschien was je gewoon nieuwsgierig naar hoe het ging met mij. Misschien had je heel lang niks gehoord van mij. Of misschien dacht je gewoon, hey, ik ben daadwerkelijk geïnteresseerd in deze video. 9 seconds. Oké, dit zou genoeg moeten zijn. Ik denk dat iedereen nu besloten heeft of ze deze video verder willen kijken of niet. En voor de rest die nu nog kijkt, kan ik ook inschatten waarom jullie nog kijken. Geef het toe, jullie houden ervan om mij te horen praten en mijn mening te geven over films. Er is geen moment dat je zo zit van, hoe lang duurt dit nog? Ik moet vanmiddag nog iets doen. Misschien wel omdat mijn mening soms heel goed onderbouwd is. Er zijn twee dingen die deze film echt gemaakt hebben wat het is. Misschien juist omdat ik een hele controversiële mening heb en een mening die niemand anders heeft. Daardoor hebben mensen altijd een hekel aan deze review, want mensen zijn het er niet mee eens, maar ik zelf wel. En misschien ook gewoon omdat jullie het fijn vinden als ik ergens voor sta. En maakt het jullie niet helemaal uit waarvoor ik sta, zolang ik maar ergens voor sta. You don't actually need me to stand for anything, you just need me to stand. In ieder geval allemaal van harte welkom als jullie een deel van jullie tijd die jullie vandaag gekregen hebben willen besteden met mij door het kijken van dit filmpje. In deze video gaan we een review geven van de film Stars at Noon, The Equalizer 3 en My Big Fat Greek Wedding 3. Dus blijf zeker kijken. Earth from a bird's eye view. De film Stars at Noon wordt beschreven op de pagina op IMDb als journalist Trish komt tijdens de pandemie vast te zitten in Nicaragua, waar de politieke situatie steeds minder stabiel wordt. In een hotel ontmoet ze de charismatische Daniel die haar een uitweg biedt, maar ook iets lijkt te verbergen. We hebben hier een naam voor. Dit heet false advertisement. Dit kan je niet zeggen over een film waar het in de hele film hier daadwerkelijk niet om draait. Stars at Noon was een van de meest teleurstellende films die ik in mijn leven heb gezien. Ondanks dat ik dit las en dacht van spannend, een politieke situatie, minder stabiel, ze moet daar wegkomen, een man die iets heeft te verbergen. De film was echt niet interessant. We have 45 minutes till the bar closes. Long enough to get swacked. De film duurde als eerste veel te lang. Ik weet dat het een arthouse film is, maar nog steeds kan ik het niet hebben als de film zo lang duurt. Alle actie die je in de trailer ziet, is ook daadwerkelijk alle actie uit de film. Bijvoorbeeld dit. You're gonna get us both killed. En ja, het is gewoon helemaal geen aanrader. Ik weet niet helemaal waarom ik gegaan was, maar ik zou jullie niet aanraden om te gaan. Hij is gewoon te lastig te volgen. Het heeft ook niet echt een bevredigend einde of zoiets. The Equalizer 3 wordt op IMDb beschreven als... Nadat hij gestopt is met zijn werk als moordenaar in dienst van de overheid, vindt Robert McCall, Denzel Washington, het moeilijk om de gruwelijke dingen die hij in het verleden heeft gedaan te verwerken. Ook dit noemen wij false advertisement. Het gaat helemaal in deze film niet om het verwerken van past trauma's. Het is geen psychologische thriller. Wat het wel is, is John Wick 5. Er zat ontzettend veel geweld in deze film. En ik ben niet iemand die snel zo zit van, hey, ik loop weg uit een film omdat ik hem te heftig vind. Want vaak wil ik gewoon een eerlijke review kunnen geven. En dat kan ik niet geven als ik weg zou lopen. Maar ik had deze film toch wel echt de neiging om de bioscoop uit te gaan. Police found multiple dead bodies on that farm in Sicily. Did you kill him? Het geweld is zo ontzettend heftig dat je echt denkt van, oké, dit wil je niet eens zien. Je wil niet dat dit staat op je netvlies. Psychologische tintje wat erin zat was wel interessant, maar verder zou ik hem niet echt aanraden, eigenlijk aan jullie. 9 seconds. Ik heb de vorige twee ook nooit gezien, dus ik kwam hier right binnen bij de Equalizer 3, maar ook niet per se een aanrader. My Big Fat Greek Wedding 3 was geweldig. Ik heb van die film echt super erg genoten. Ik was gewoon op een maandagavond even naar de bioscoop. Want ik had een hele dag zitten studeren. En toen dacht ik... My Big Fat Ik had een hele dag zitten studeren. En toen dacht ik... My Big Fat Greek Wedding 3. Dat wordt hem even lachen. Who wants souvlaki? Beijing souvlaki. En er is zeker gelachen. Ik heb hardop gelachen bij de film. En dat betekent altijd wel iets voor mij. I want boula. I will be your favorite. Maar het is gewoon een hele grappige film over hoe een familie teruggaat naar Griekenland om op zoek te gaan naar oude vrienden van hun overleden vader. I know them. Do they still live here? No. En
Hij is gewoon grappig en er wordt heel veel gelachen. Family sleepover. Er worden echt zulke stereotypes uitgebuit. Greek voodoo. Bam! Echt een super goede film. Pick the one we have for dinner. Oh, thank you. I'm a vegetarian. No. Voor als je gewoon even wil lachen. Het heeft niet per se een heel diep verhaal. Of dat je denkt van, dit moet ik zien in mijn leven. Maar als je wil lachen, is dit echt de perfecte keuze om te kijken. Dit zijn echt drie best wel rare films om te vergelijken in één aflevering. Stars at Noon vond ik duidelijk de minste. The Equalizer 3 vond ik veel te heftig. En daarom echt niet de moeite waard. En My Big Fat Greek Wedding 3 zou ik nog wel een keer kijken. Mijn moeder houdt van dat soort films. Misschien een keer met haar. En geef het maar toe. Jullie komen helemaal niet voor dit hele praatje, deze hele review. Jullie komen voor de top 10 van de bioscoopfilms die op dit moment in de bioscoop te zien zijn of er net uit zijn. En die top 10 gaan jullie nu van mij krijgen. Omdat het gaat om de laatste 10 films die ik heb gezien, gaan uit deze top 10. Insidious, The Red Door van de pilot aflevering. Hypnotic van de tweede aflevering van Cinemakkers. En Oppenheimer van de derde aflevering van Cinemakkers. En daar komen dus bij My Big Fat Greek Wedding 3, Stars at Noon en The Equalizer 3. Op 10 staat nog steeds Bellinga vakantie op Stelten. Jullie durven gewoon niet te zeggen dat we deze zomer niet op vakantie gaan. Op 9 staat de film van deze week, The Equalizer 3. Police found multiple dead bodies on that farm in Sicily. Did you kill him? Op 8 staat Stars at Noon, ook een film van deze week. Things aren't as simple here as you want to think. Op 7 staat De Oneindige Slijmfilm. Overal ruzie. Yay! Op 6 staat Gran Turismo. You missed it on the track. You could die. Op 5 staat Blue Beetle. Did you know what was going to happen to my brother? When you stuck him with this world-destroying thing? Op 4 staat My Big Fat Greek Wedding 3. Ook de film van deze week. Oh. Who wants souvlaki? Beijing souvlaki. Op 3 staat Mac 2 The Trench. It's an ancient ecosystem untouched by man. Op 2 staat Only You. Hey, jouw inrichting, hè? Ben je bestolen? En op 1 staat nog steeds, net als vorige week, Barbie. You guys ever think about dying? En dan wil ik jullie ook graag nog een top 10 geven van de films die ik de afgelopen tijd thuis zelf heb gekeken. Zonder ervoor naar de bioscoop te gaan, omdat het soms al wat oudere films zijn. Daar staat op 10 Alita Battle Angel uit 2019. Hele slechte film, totaal niet de moeite waard. James Cameron van Avatar, die maakte dit en het was trash. It's the loneliest feeling not to know who you are. Op 9 staat The Expendables. The Expendables is grappig met Sylvester Stallone, maar het is niet heel bijzonder ofzo. The thing you need to know is the job's real and the money's real. Op 8 staat Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. Daar heb je mijn controversiële mening. I'm looking for a great warrior. Op 7 staat Star Wars Episode 9, The Rise of Skywalker. Good people will fight if we lead them. Op 6 staat Indiana Jones and the Temple of Doom. Die zag ik recent. Ik ben natuurlijk naar de bioscoop geweest voor Indiana Jones 5. En deze was ook erg leuk. You know how to fly, don't you? No, do you? Op 5 staat Star Wars Episode 7, The Force Awakens. It's true. All of it. Op 4 staat Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Allereerste Indiana Jones, ook een hele leuke film om te kijken. Wel een heel klein beetje occult soms, maar verder wel grappig. Always knew someday you'd come walking back through my door. Op 3 staat Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. Indeed you are powerful, as the Emperor has foreseen. Op 2 staat Batman Begins uit 2005. Where are you? En op 1 staat Star Wars Episode 8, The Last Jedi uit 2017. I'm ending all of this. The tree, the text, the Jedi. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het hebben over de film After Everything. Op mijn studentenvereniging werd er best wel gelachen over dat ik naar deze film ging. Dus ik dacht, hey, ik maak een hele video over After Everything en dan stuur ik die door naar iedereen. Best wel een goed idee. Tot ziens, tot later.